Het is hartstikke koud. Ik zit hier te vernikkelen. Mijn tuin staat nog vol met wintergroenten. Maar de andijvie en de paksoi, die ga ik er nu echt uithalen. Want het gaat vannacht 6 graden vriezen. En daar houden ze niet van. Hoppakee, die gaat mee. Ik zag dat ik ook nog pluksla had staan hier. Die ga ik er ook uithalen. Die houdt ook niet van strenge vorst. En de paksoi. En boerenkool, die houdt dus juist wel heel erg van vorst. Want dan wordt de zetmeel in de boerenkool omgezet in suiker en dan wordt die lekker zoet. Dus daar kan je beter juist even mee wachten tot de vorst er overheen is geweest.